Goedemorgen, welkom bij onze nieuwe challenge van maart 2023. Ik open de challenge en daarvoor heb ik een creatie gemaakt en die deel ik met jullie. Jullie zijn niet verplicht om deze creatie te maken. Je mag alles maken wat je wilt als je maar het thema Pasen aanhoudt. We zijn lekker op tijd, dus het thema van deze maand is Pasen. En leg deze even weg. Jullie weten dat jullie bij de mutsenclubjes zijn. Dat ga ik gebruiken. Ik heb in het roze 1 keer 30 bij 12. En in het roze 1 keer 14 bij 11. Ik heb in het geel 2 keer 14,4 bij 11,7. En ik heb in het geel 2 keer 12,4 bij 11,7. Het designpapier wat ik gebruik komt uit onze agenda. Dat is de maand april van onze Digi-agenda. Die ga ik ervoor gebruiken. En ik heb het al even gesneden en beïnkt. Zie je, ik heb hem met blauw beïnkt. Ik heb 1 keer 11,4 bij 11,1 nodig. Ik heb 2 keer 5,7 bij 11,7. Allemaal even links van mij neer en ik heb 1 keer 1,7 bij 11,7 nodig. Even links. Ik heb met losse elementjes al vastgeknipt. Ik weet niet precies hoeveel ik ervan ga gebruiken. Maar er zit een hele leuke knipvel in onze agenda. Elke maand heeft een knipvel in het thema van die maand. Dus die leg ik ook even aan de kant. En daarbij heb je, ik gebruik touw, maar je kan ook lint gebruiken. Ik ga touw gebruiken. En ik heb een ovaal. Die heb ik. En die snijmal ga ik straks ook gebruiken. En die is doorsnee aan de binnenkant 7,8. En aan de buitenkant met de rafelrand 8,8. Dus binnenkant is 7,9. Dus die ga ik straks ook gebruiken. Nou, dan gaan we beginnen. Het is zaterdagochtend 7 januari. Mijn kopje koffie staat klaar. We gaan eens even brood halen. Dus ik ga snel met jullie even het filmpje opnemen. Ik begin even met mijn 14 bij 11. En die ril ik op de zijkant op 1. Draai hem om. Ril hem ook op 1. En hij is 14 breed. En ik wil hem door de midden hebben. Dus dat is dan 7. Dus ik heb hem aan de zijkant 1 centimeter gerild. Ik heb hem in het midden op 7 centimeter gerild. En aan de andere kant ook op 1 centimeter. Dan leg ik mijn rilbord even aan de kant. Welke kant? Deze kant. En ik pak vast eventjes mijn twee kartstok. Twee designpapiertjes van 5,7 bij 11,7. En die komt hierop. En die gaan we vast plakken. Mijn lijm. Waar is mijn lijm? Ik ga de rollen gebruiken nu vandaag. En nogmaals, wij laten het zien hoe wij ons voorbeeldcreatie van de challenge maken. Je bent niet verplicht om deze te maken. Mag natuurlijk altijd, want daarvoor maken we het filmpje. Maar je moet wel het thema, maandthema aanhouden. En dat is... De roller is op. En dat is... dit keer Pasen. Dus challenge maart 2023 is bij de mutsenclubje Pasen. Ik heb deze geplakt. Die leg ik even weg. Normaal zou ik hem dus doen met een gewone lijm. Dus dan moet hij even drogen. Maar goed, ik heb hem nu alvast geplakt. En we laten hem eventjes drogen. Dan pakken we de lange kant erbij. De 30 bij 12. En nu moet ik mijn spiekbrief erbij hebben. Die rillen we op 13.
mesje goed hoog. 13. Die rillen we op 15. En die rillen we op 17. Goed. Andere kant, Bianca. Dan gaan we even netjes deze vouwlijnen rillen. En dat doen we deze kant ook. Nou zie je dat mijn 3 hieruit komt. Ik schrijf het ook altijd zo netjes in het midden, wat natuurlijk niet de bedoeling is. Dus die doe ik even weg. Ik ga deze kant ook even vouwen. En dit gaan we straks dicht plakken. Maar ik wil op mijn kant heb ik dus een gele kartstok. Die is 14,4 bij 11. Even kijken. Dat is deze hele kant. Maar ik wil natuurlijk wel dat die nog kan buigen. Dus ik pak mijn kleine snij. Oh, dan pak de grote wel eventjes erbij. En die snij ik op 1,7. Doe hem eventjes aan mijn kant. 1,7. Dus dan komt hij 1,7 komt hier. En deze komt hierop straks. Zie je? Die leggen we even aan de kant, want die hebben we nog niet nodig. Ik haal van deze ook 1,7 eraf. Leg ik de voorkant ook even aan de andere kant neer, want die ga ik nog niet gebruiken. Wat voor mij even belangrijk is, is dat we deze strookjes hier gaan plakken. En dan doen we dat aan deze kant en uiteraard aan die kant ook. Mijn lijmroller. Zo, die ga ik netjes hier plakken. En die plak ik ook hier. Zo. Dan heb ik een strookje van 1,7 bij 11,7. En die komt hierop. En dan zie ik dat ik hem toch iets te breed vind. Dus daar ga ik even een heel klein ietsje randje afhalen. Geen problemen. Het is liever eraf dan bij. Die gaat niet op deze lekker. Ik kan hem niet zo goed vasthouden met mijn nagels. Dus doe ik hem gewoon zo. Dus 1,7. Deze maken we dan 1,4 van 1,4. Kijk of die dan mooier past. Ja, ik vind hem mooier passen. Betere. Dus dat is dan weer het voordeel dat dat zomaar. Hey, waar is mijn bakkie? Waar is dat daar? Nou, gaat hier op de grond. Ik heb altijd een bakkie naast mij staan waar mijn afval in gaat. En die kon ik even niet vinden, maar die staat helemaal aan de andere kant. Nou, oké. Dan draai ik hem om. Dan pak ik een liniaal erbij. En deze is 12. De helft van 12 is 6,5. Nee, 6. Sorry, 6. Ik kan niet meer rekenen. Dan ga ik daar 1, 2, 3 kanten vanaf van de 6. 1, 2, 3 centimeter. 1, 2, 3 centimeter. Dus we zetten een stip op 3 en op 9. Dan wil ik natuurlijk van de 2 wel dat die in het midden is. Nou, redelijk. Ik zet er even nog een streepje zo. En ik zet even hier ook in het midden een streepje. Dus hier komt gaatjes in. Dan duik ik in mijn kast. Ik heb hem op het standje groot staan. En ik maak hier even een gaatje in. Hoppa. En ik maak aan deze kant ook een gaatje. Ik heb dus hier twee gaatjes.
Dan doe ik hem dicht, want ik wil hem natuurlijk aan de andere kant ook gaatjes hebben. En die ga ik gewoon het gaatje nog een keer er doorheen, die we al gemaakt hebben. Dus ik heb nu 4 gaatjes. Maar we gaan hem nog niet dicht maken. Want die leggen we even aan de kant. We hebben deze. Die gaan we even ribben. Dit zijn de plakkeranden. En dit is de middenvouw. Nou, heb ik een ovaal. Nou, kom maar ovaal. En die kan ik uitstansen. Maar eigenlijk wil ik straks hier op de rand dit mooie schulprandje. Dus ik ga hem in het midden leggen. Met toevallig zitten hier nog van die stekeltjes aan. Ongeveer op het oog in het midden. Ik pak mijn potlood en ik zet daar een streepje langs. Dan pak ik mijn schaar. En ik heb gewoon een lekkere gat erin. Au, wat bedoel ik? Prik mezelf. Voorzichtig, want de scharen zijn scherp. En ik knip gewoon het rondje wat ik heb uitgetekend. Kijk of ik niet bloed. Nee. Anders zit straks alles onder het bloed. Als ik deze dan straks uitstans, die komt dan zo netjes hierop. Dan heb ik hem dan ietsje te los geknipt. Hier zit ik toch niet helemaal. Die ga ik nog even netjes afknippen. Altijd even nameten. Wel zo netjes. Als je nou zo'n dubbele heb die het zeg maar de binnenkant glad is, die aansluit op deze met dat rondje, dan kan je hem natuurlijk uitstansen, maar die heb ik niet, dus ik doe het zo. Oké, dan pak ik, en ik heb hem leuk uitgeknipt, kijk, die wil ik hier straks aan de binnenkant hebben. Nou, weet ik eigenlijk niet of ik hem te groot vind. Ik denk dat ik hem te groot vind. Misschien ga ik even snel de kleine uitknippen. Want dat kan. Dat hebben we genoeg. En dat is het leuke van digipapier. Je kan hem altijd uitprinten. Zo vaak als je wilt. Ik knip hem altijd gewoon los uit de hand. Een mooi wit randje er langs. Ja, je kan niks verkeerd doen. Dan ga ik nog een keer met mijn schaar voorzichtig er doorheen. Dat ik niet nog een keer mezelf prik. Ga ik naar de paaseitjes. En ik ga deze dan nog even. Zit nog lekker in mijn huispakje. Straks lekker douchen. Eerst ontbijten. Dus even broodjes halen. En dan hebben wij 1 dag weekend samen. Maar dit lag al klaar. Dus kijk, beter. Die ander was toch echt te groot, jongens. Dat kan niet. Dan pak ik een stukje touw. En dan trek ik daar even. Deze kan je mooi splitsen. Draai maar. Zo, genoeg. En die ga ik hier opplakken. Dan pak ik een stukje tape. Die hebben we straks ook nodig. Die plak ik dan hierop. En voor de zekerheid plak ik hem daar 2 keer overheen. Dat zie je straks niet. Hou hem strak. En daarvoor ook een stukje over. Een stukje over. Niet om mijn vinger, jongens. Dat is toch niet de bedoeling.
Zo. Gaan we even strak hier. Dan knip ik dat stukje weg. In principe hebben we dit helemaal niet nodig. Het is dat het even vast zit. We gaan het natuurlijk ook met gewoon plakband doen. Maar ik vond dit even makkelijker. Dan draai ik hem om. En dan ga ik deze aan die kant zo hangen. In de ronding. En dat is dan aan de achterkant. Dus mijn touwtje loopt precies over de rillijn. Dan moet hij wel blijven liggen. Dat is eigenwijs altijd, hè. Oh, ik ben ook eigenwijs. En dan pak ik hem, maak hem weer strak. Leg hem weer hier neer. En dan komt hij deze kant ook. Kijk, dan blijft hij mooi plakken. En ook aan mijn vingers. Dan knip ik het touwtje hier af. Want die hoef ik niet te zien. Die knip ik ook aan deze kant af. Die hoef ik ook niet te zien. Ik zie hem nog wel. Zo. Dat scheelt weer. Dan pak ik mijn twee stukken. Deze was gesneden. Wat zeg ik op de voorkant. Dit komt op de achterkant. Ik leg mijn goede kant even zo neer. Dit is mijn binnenkant. En dan heb ik het kartstok geel 2,4 bij 11,7. En ik plak hem nog niet vast. Want ik wil met mijn liniaal. En dan pak ik even mijn spikprintje erbij. Vanaf deze rillijn. Vanaf de rillijn. Ik heb hem zo liggen dat ik hem wil plakken, zeg maar. Met overal een randje langs. Dan wil ik hem op 4,5. Zet ik een streepje. En dan leg ik hem weer. En ik leg hem op dat roze. En dan wil ik hem vanaf 0,5 centimeter. Naar beneden. Naar 0,5 centimeter. Komt hier een lijn. Dan pak ik daarvoor mijn mes. Snij ik hem vanaf hier naar hier. Snij ik hem in. En als ik hem dan straks, hier knip ik even de hoekjes vanaf. Dan komt deze netjes straks zo in mijn kaart. Kom aan. In mijn kaart te zitten. En als hij dan dicht gaat, is die zo. Als je hem open doet, komt die zo. En dan zie je dus niet de lijnen. Dus ik pak weer even mijn gum. Mijn gum. Mal weer weggelegd. Tuurlijk. Dus ik doe dat wel even netjes van mijn geel af. Dan wil ik dat aan die kant ook. Dus ik draai deze nu dat mijn kant hetzelfde is. Leg hem hier op. Ik leg mijn liniaal nogmaals op de groef die we al gesneden hebben. Ik doe hem even naar jullie toe. En ik doe weer zo. Kant. En aan deze kant komt dan zo mijn kaart erin. Hoe leuk is dat? Nou, gaan we die straks ook nog dicht plakken. Maar ik ga eerst deze even erin verwerken. En ik doe zowel aan de voorkant als aan de achterkant even lijm. Doe denk ik ook even een klein stukje tape alvast. Want tape zit altijd wat sneller vast dan lijm. Dan doe ik aan de achterkant de lijn. En het fijne is, als je hem dan nog niet hebt geplakt, dat je hem dan straks zo in één keer erin kan doen. Dus deze kant ook even dubbelzijdig tape aan de voorkant. Je ziet, tape blijft in mijn schaartje plakken. Hoppa, weg ermee. Ik
straks denk ik weer mijn kamer opruimen. Altijd als ik bezig ben. Maar na een lange stilte zijn we weer lekker bezig. Deze komt hierin. Dan zie ik dat ik hem hier iets aan de krappe kant heb gedaan. Dus een klein stukje maar op. Ik haal mijn tape eraf. Of doe ik dat later? Nee, dat doe ik later. Ik ga hem er eerst even doorheen doen. Kijk, zo past hij beter. Dan ga ik hem neer. Dan doe ik voorzichtig mijn tape eraf. Zorg dat hij goed tegen mijn rillijn aan zit. Ja, en ik doe hem dicht tapen. Kijk. Nou, dan gaan we die andere kant pakken. Die ga ik er ook doorheen steken. Mijn koffie is ondertussen al koud, jongens. En die gaan we ook vastplakken. Dus nu komt deze straks hierin. Dan klapt hij dicht en hij komt open. Zien jullie? Hoe mooi is dat? Dus ik ga nu lijm plakken. We zijn er bijna. Want het oppimpen mogen jullie lekker zelf doen. Daar zijn we zo vrij in als je zelf wilt. Dan ga ik eerst deze lekker dicht plakken. Dan pak ik daar even een ander lijmpje voor de grote vlakken. En dan is gewoon zo een lijm erop. Zit. En dan heb ik hem op zijn kop. Laat ik het zo doen. Dan zal je net zien dat hij op zijn kop zit. En deze komt aan deze kant. Dan doe ik daar ook lijm op. En plak ik hem dicht. Als ik hem nou open doe, heb je dus je kaart. Even wel goed droog, want ik zie dat hij iets verschoven is. Dus we draaien weer even terug. Dus die moet wel even goed drogen. Had dat met tape gekund, maar dat doen we niet. Dan heb ik hier nog even voor jullie. Deze komt hierop. Mijn dessertpapiertje van 11,4 bij 11,1 komt weer daarop. En ik heb hier een wat grotere stukje tussen zitten. Want ik wou zo graag deze ronding erop hebben. Maar dat vind ik dan niet zo erg, want hij gaat nog leuk opgepimpt worden. Ik pak mijn touwtje. Die ga ik hier doorheen doen. Nat maken. Hoppa. Ik kan ook met lint doen, hè, maar ik vind het leuk omdat er aan de andere kant ook het touwtje zit, dat dat terugkomt. En dan komt hier gewoon voor de sier. Leukje strik. En de kaart is af. Je kan hem maken of pimpen zoals je hem zelf wilt. Ik moet hem nog wel even goed laten drogen. Kijk, je kan hier nog heel veel leuke dingen doen. Hier achterkant komt deze nog. Maar goed, dat snappen jullie. En ik heb hier leuk mijn losse. Die ga ik er nog op verwerken. Met een leuke paashaas.
allemaal uit de agenda. Dus jongens, dit is mijn creatie voor nu, voor de challenge. Ik hoop dat jullie hem leuk vinden en anders zie ik ze tegemoet en je weet het. Het thema is Pasen, je mag maken wat je wilt en zet hem in de juiste album. Dan kan je onze gastdesigner mutsje worden. Nou, dit was het voor vandaag. Doei doei, veel plezier!